Heb je deel 1 al gezien van Bomen schilderen? Je hoeft hem niet per se eerst te kijken, je kan hem ook later kijken. Maar in dit filmpje leg ik uit hoe je een boom, die je eigenlijk niet zo mooi geschilderd hebt met losse blaadjes, hoe je die weer kunt corrigeren tot een wat natuurlijker ogende boom, zoals deze. Wat zijn nu precies de verschillen tussen de ene boom en de andere boom? Dat laat ik je in dit filmpje zien, dus ik leg je uit wat de valkuilen zijn en hoe je dat kan corrigeren. Maar wakker blijven bij dit filmpje, want aan het einde van dit filmpje laat ik je nog even een paar hele slimme trucs zien om je schilderij daarna nog mooier te maken. Dus niet vergeten ook het einde even te kijken. Voor alle tips wil ik je ook dit advies meegeven: als je de tekening gemaakt hebt, zet dan alvast achter de boom, dus voordat je de bladeren gaat schilderen, zet alvast de achtergrond op van de lucht. En dat is belangrijk omdat je dan niet helemaal om de takken straks heen hoeft te schilderen. Zorg dat deze laag ook heel licht is en breng deze waterig aan met een grote kwast zodat die doorzichtig is, zodat je de tekening nog blijft zien. Mijn eerste tip is altijd om je eigen kleuren te mengen, dus niet uit een potje te gebruiken, want bijvoorbeeld de grasgroen is ja veel te fel voor het gras en ook de andere kleuren groen zijn vaak een beetje saai. Ook hoef je niet alle takken helemaal te schilderen, maar kun je stukjes open laten tussen de takken, zoals ik hier heb gedaan. Je hoeft ook niet alle blaadjes los te schilderen, want die zijn van veraf helemaal niet zichtbaar. Je ziet eigenlijk meer alleen de structuur van de kruin. En je geeft diepte aan de kruin in het bladerendek door juist donkere en lichtere partijen groen te gebruiken. Dan is er nog een punt van aandacht en dat is vermijd rechte lijnen in je schilderij. Dus de onderkant van de boom is nooit helemaal recht van onder en ook de horizon is niet helemaal recht. Zo kun je in een fantasielandschap bijvoorbeeld een bomenrij suggereren of misschien een stadje suggereren, wat je leuk vindt. En de strakke ondergrond van de boom, van de boomstam, die kun je natuurlijk weer oplossen door er een beetje gras voor te schilderen. En dan zie je meteen dat het mooi lijkt. Ook moet je zorgen dat de boomstam een beetje van boven naar onder een beetje uitloopt. Dus dat die onderaan iets breder is en dan iets dunner de stam op, zeg maar. En dan aan de bovenkant ook weer wat breder. Tip 5 is om je lucht niet te donker te mengen en een grotere kwast te gebruiken. Dus voor de eerste opzet. Zo zul je zien dat je achtergrond minder streperig gaat worden. Het voordeel ook van een lichtere lucht is dat de aandacht meer komt te zitten op de voorstelling zelf. Dus wat je echt leuk vindt in het landschap. Hè. Je kan natuurlijk ook de achtergrond nog een beetje met wolken maken. Om het iets spannender te maken. Maar je ziet dat het eigenlijk meer tegen het grijsblauwige aan zit. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de hele wolkenpartij alvast te schilderen. En daaroverheen pas de tekening te maken. Omdat je dan niet tussen de takken en zo door hoeft te schilderen. Zoals in het volgende schilderijtje zie je de wieken. Ja, dat is natuurlijk lastig om daar helemaal de kleur van de wolken tussen te gaan zetten. Dus die schilder je over de wolken heen. En vergeet straks ook niet het karakteristiek van je boom en hoe de kruin eruit ziet. Want bij verschillende bomen ziet dat er weer anders uit. Door de kruin niet helemaal rond te schilderen, maar ook hapjes lucht eruit te happen, zeg maar, aan de rand van de boom. Daardoor wordt de boom wat realistischer. We gaan aan de slag. In het vorige filmpje heb je gezien hoe je direct zo'n boompje kon schilderen, zonder dat je al iets had geschilderd. Maar nu laat ik je zien hoe je een bestaande boom kunt wijzigen. Ik ga dat doen met de tips die je net gekregen hebt. Dus de boomstam die heel plat geschilderd is, gaan we nu weer ronder maken. En dat doen we met horizontale streepjes aan te zetten op de boom. Ook maken we hem wat lichter van kleur. En natuurlijk nemen we meteen ook de takken mee. Dus die ga ik ook aanzetten met die kleur, waardoor ze meer verbonden zijn met de boomstam. Nou, je ziet eigenlijk al hè, dat die nu al iets natuurlijker gaat lijken. Dus dat is een mooie manier om je boom plastischer te krijgen. En daarnaast maak ik de boom ook meteen wat natuurlijker van vorm. Dus de boomstam. En dat doe ik door hem een beetje uit te laten lopen aan de onderkant. En ook naar de takken toe iets breder te maken. Waardoor die niet meer helemaal een rechte stam heeft. Ook op de takken breng ik nog een beetje licht aan, zodat deze ook wat ronder lijken. En dat doe ik met name bij de onderste takken. Kijk ook even naar de vorm van de takken en hoe deze verbonden zijn met de boomstam en met elkaar. En zo nodig corrigeer je daar een beetje in, zodat het iets natuurlijker lijkt. Nou, dat was de stam en takken. En nu gaan we verder met de achtergrond. Die vind ik te blauw. En die wil ik een stuk lichter maken. En ik begin niet met de bladeren, omdat ik eigenlijk vind dat de blaadjes zoals ze nu zijn niet mooi zijn en ik meer achtergrond straks tussen het blad door wil zien. En anders moet ik straks op het laatst die lichte kleur weer overal tussen gaan schilderen.
Dus nu ga ik hem eigenlijk een beetje grof herstellen. En je ziet al dat ik sommige blaadjes ook een beetje wegschilder. En ik probeer met die kleur die ik op de achtergrond zet, die zet ik er meteen nu dikker op. Zodat ik ook kan corrigeren. Dus die zet ik er dekkend overheen. En zoals je ziet schilder ik ook wat blaadjes weg. En kan ik tegelijk sommige takken ook wat mooier van vorm maken. En die wat versmallen. Als de achtergrond droog is, kun je beginnen met het bladerendek. Ik heb een andere kleur groen gemengd. Dus die iets natuurlijker lijkt. En zoals je ziet probeer ik zoveel mogelijk de oorspronkelijke groen weg te schilderen. Maar probeer ik ook wel ruimte tussen de bladeren over te laten, zodat je ook nog lucht ziet. Om een realistische boom te schilderen, ja, of een impressionistische boom moet ik eigenlijk zeggen, moet je niet te veel aan losse blaadjes denken, maar meer kijken naar de structuur van de boom. En kijken waar zitten nou de lichte en de donkere kleuren groen. Door met verschillende tinten te werken krijg je een realistischer beeld. Ik maak ook hele donkere tinten, waarvoor ik de gemengde groen, die ik al op mijn palet heb, nog extra meng met donkerbruin en donkerblauw. En zo krijg je een hele donkere, warme kleur, die je mooi kan gebruiken voor contrast. Altijd leuk is een beetje een finishing touch voor de kruin. En dat is eigenlijk een paar losse blaadjes her en der buiten de kruin schilderen, zodat de kruin niet helemaal rond en bol is. Zo, wat vind je ervan? Dat ziet er al een stuk beter uit, hè? Dan gaan we nu aan de gang met dat gifgroene gras. Want in het echt is gras niet zo raar groen als uit het potje komt. Maar ziet het er heel anders uit. In dit voorbeeld zie je goed dat het gras ook gele en bruine tinten heeft. Omdat in het schilderijtje wat ik nu aan het corrigeren ben het gras al gifgroen is. En deze waarschijnlijk straks ook een beetje door de bovenste laag heen gaat schijnen. Meng ik mijn kleur groen wat lichter. Dus met wat meer wit ook erin. Je ziet dat ik meer aan het deppen ben, hè? En niet zozeer echt grassprietjes aan het schilderen ben. Maar dat ik meer eigenlijk een kleurvlak aanbreng in het geheel. Je ziet ook meteen, hè, dat ik ook andere delen met een andere kleur weer wat aanbreng. Dus daar meng ik misschien weer wat meer geel in. En een ander stukje zal ik misschien wat meer donker weer in mengen. Maar dat kan je gewoon op je palet een beetje aanrommelen. Eigenlijk heb ik nooit wat dat betreft een heel erg vooropgezet plan. Maar doe ik eigenlijk maar een beetje mengen met de kleuren die ik al op mijn palet heb. En ik kijk een beetje of het mooi bij elkaar staat. Nou, je ziet al dat bij de randjes, hè, dat je dat gifgroene nog steeds ziet. En dat is niet erg, dat mag wel een beetje blijven staan. En de horizon ga ik ook weer even een beetje een bomenrij in aanbrengen. Zodat er ook wat meer contrast komt en het niet zo'n rare, harde, rechte overgang is naar de horizon toe. Zo kan ik deze kleur ook mooi gebruiken voor een beetje om de boom heen te zetten. Zodat ook die rechte rand onderaan de stam een beetje natuurlijker gaat lijken. Ik rommel eigenlijk, zoals je ziet, een beetje aan op mijn palet. En ik zet weer wat andere kleurtjes ertussen. Weer wat lichtere kleuren erbij. En mijn penseelstreek, die zet ik wel een beetje op en neer. Hè? Dus eigenlijk wel een beetje verticaal neer. Maar niet dat ik echt een grassprietje probeer te schilderen. Maar wel een beetje de structuur van het zachte grasbed te maken. Nou, je ziet ook dat hij niet helemaal overal hoeft te dekken. Dus dat die kleur die er eerst op zat, dat gifgroene, dat hij best nog een beetje door mag schijnen. Dat is niet helemaal erg. Aan het einde, dus tegen de horizon aan, zet ik ook nog een beetje een blauwgroenige erin. En dat doe ik expres omdat blauw een koele kleur is en die meer naar de achtergrond wijkt. Dus die geeft wat meer dieptewerking. Daarom is het ook altijd echt goed tijd om tijd te investeren in de werking van kleuren. Hoe dat nou precies werkte. Wat koele en warme kleuren ten opzichte van elkaar doen. En wat troebele en felle kleuren ten opzichte van elkaar doen. Nou, daar heb ik ook wat leuke filmpjes over. Die kun je ook altijd kijken op dit kanaal. Je ziet dat ik nog wat donkere accenten in het gras ga zetten. Omdat ik het nog een beetje saai vond ogen. En ook zo'n harde kleur aan de voorkant geeft ook net weer even iets meer het idee dat er nog net iets vooraan nog extra staat, waardoor je een beetje het coulissenlandschap krijgt. Hè? Dus dat je een beetje de gelaagdheid in het landschap krijgt. Nou, de boom vind ik nog iets te breed. De boomstam. En dat ga ik nu corrigeren. Zorg dat je de dekkende wit gebruikt altijd. Dus de titaanwit. Want als je de andere wit, zinkwit gebruikt, dan zul je zien dat je denkt dat je heel wat gecorrigeerd hebt. Maar dan komt de ondergrond na het droge wit tevoorschijn. En met dekkende verf kun je direct eigenlijk alle vormen corrigeren. Nou, je ziet dat ik de takken en de stam wat dunner ga maken en wat netter. Dus
bij de lucht gebruik ik daar natuurlijk de luchtkleur voor. Hè? Dus de lichte kleur die ik gebruikt heb. Krijg je hem nou niet helemaal precies hetzelfde, dan doe je de kleur waarmee je corrigeert. Breng je ook nog even elders in het schilderij weer aan. En dep het even met je vinger, dan zie je vaak niet dat het daarna pas gecorrigeerd is. En naast het gras, de boomstam waar het gras naast zit, dat corrigeer ik natuurlijk met de graskleur. Nou zie je dat die kleur niet helemaal overeenkomt met wat ik al had. En dat is eigenlijk helemaal niet zo erg, want ik breng die kleur gewoon iets breder aan. Dus niet alleen het lijntje langs de stam, maar ook een vlakje maak iets breder. En ik zorg dat die kleur weer terugkomt elders in het gras. Nou, dan moet ik even nog een andere kleur weer mengen voor de horizon. Die wil ik straks nog een beetje aanpassen. En ook omdat de kleur iets te licht was, ga ik er overheen nog met een ander kleurtje. En die zet ik ook weer aan de andere kant van de boom. Zo loopt die kleur ook mooi door van links naar rechts. En ik zorg dat hij goed aansluit op de boomstam. En ik gebruik weer mijn vinger om de boel een beetje te deppen, zodat de nieuwe laag eigenlijk vermengt met de onderste laag. Nou, zoals je ziet moet ik ook nog de horizon tot aan de boomstam weer laten aansluiten. Want ja, ik heb de boomstam natuurlijk wat smaller gemaakt, dus dat doe ik ook nog even. En je ziet meteen dat hij natuurlijk oogt zo. De kruin van de boom vind ik nog iets te massief. Daarom breng ik er nog wat lucht tussen. Dus de kleur van de lucht, die lichte kleur die ik gebruikt heb, zet ik gewoon een beetje tussen de takken extra. En daarmee kan ik mooi sommige takjes nog net iets dunner maken. En buiten de rand van de takken de bladeren iets luchtiger schilderen. Heb je ergens te veel blad weggehaald, maakt niet uit. Dan schilder je gewoon weer wat bij. Vergeet ook niet dat soms wat bladeren ook voor aan de boom zitten. Dus eigenlijk die voor de stam nog een beetje vallen. Dat zijn net de kleine details, zoals de blaadjes die ook buiten de boom een beetje vallen. Het zijn dan precies de kleine dingetjes die het net even wat echter maken. Dan nu nog een paar trucjes. Met het volgende trucje maak ik het grasveld meteen in één keer helemaal lichter. Zonder dat ik al die kleurtjes opnieuw hoef te mengen. En ik laat je even zien hoe ik dat doe. Dat doe ik door mijn verf wit te gebruiken en weer waterig te maken. En je ziet dat die dan doorschijnt. Nou, die breng ik met een grote penseel aan op het hele grasveld, zeg maar. En die laat ik dan even drogen. Als je op papier werkt, wacht je 10 seconden. Werk je op een doekje of op canvas, dan wacht je 20 seconden. Want daar trekt het wat minder makkelijk in. En dan veeg je het weg met een doekje. Je doet dat heel los. Dus je aait eigenlijk een beetje over het doek heen met je doekje, dus over het papier heen. En je veegt dat een beetje, of een beetje rond, met ronde vormen, of een beetje, ja, egaal. Maar je probeert een beetje het verschillend te bewegen. En dan heb je zo'n mooi laagje. Hier zie je hem nog een keer voortijd. En hier zie je hem weer natijd. Nu vind ik het gras bij de linkerboom een beetje saai. En daarvoor kan ik eigenlijk een soortgelijk trucje toepassen. Alleen dat doe ik dan met kleuren. Dat laat ik nu zien. Daarnet pakte ik wit voor dit trucje. Maar nu pak ik puur rood. En maak deze ook weer waterig. En deze breng ik vervolgens aan op een stukje in het gras. Dus niet alles, maar gewoon een klein stukje waarvan ik denk, nou, daar mag net iets meer kleur op. En je ziet, ook al heb ik rood gepakt, dat je niet echt rood aanbrengt. Hè? Doordat je het met water hebt gemengd, vermengt de kleur die transparant is met de onderlaag. Na 10 seconden pak ik mijn doekje weer en dan wrijf ik de laag weer in de ondergrond. Voorin wil ik nog wat helder geel aanbrengen. Dus daarvoor meng ik ook weer de geel en ik maak het weer waterig en ik zet het voorin in het gras. Vind je de kleur mooi zo, dan laat je hem staan. Vind je hem net iets te fel, dan gebruik je je doekje weer om het weg te halen. En dit trucje kun je natuurlijk overal toepassen waar je zelf maar wilt. Dus ik ga ook de lucht nog net even iets blauwer maken. Dat vind ik nog net wat mooier. Nou, en dan vind ik hem wel klaar. Kun je elk schilderij eigenlijk net iets mooier maken dan dat hij al was. Wil je me hieronder laten weten wat je van het filmpje vindt?